Dag, mijn lieve Soul Searchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve stier. De komende periode, begin september tot begin oktober 2024. Het is een algemene reading, dus neem wat voor je vast. Laat de rest liggen. Kijk zeker ook naar het sterrenbeeld dat in jouw maan, jouw Venus, of dan wel je ascendant, staat. Like, deel, abonneer, klik op het belletje, blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik ga hier een algemene reading doen waarbij ik het professionele, het financieel en de liefde ga bekijken. Voor de komende periode. Ik ben nieuwsgieriger dan dit, dus mocht deze reading voor jou resoneren en wens je meer informatie, mag je mij volgen. De link vind je in de beschrijving van deze video. Ik ben ook te boek... Oh ja, nee, dat mag ik nog zeggen. Kijk je twee of meerdere uitbreidingen iedere maand, is het interessanter om een abonnement te nemen voor €8,80. Krijg je toegang tot alle uitbreidingen. Ik ben ook te boeken voor privé-readings. Alle informatie vind je op mijn website www.soulsearch.be. We gaan eens even zien. We beginnen met een orakel van de symboliek van het dier en we krijgen er twee. De dolfijn, vreugde en spel. Dolfijn is een heel intelligent dier, maar weet ook inderdaad spelenderwijs door de waters te gaan. Vreugde en spel. Krijg een beetje zo dat innerlijk kind dat je in jezelf mag wakker maken, aanspreken en in vreugde spelenderwijs de dingen aanpakken, genieten. En de papegaai, imiteren en zelf praat. Papagaai. Zullen we even zien. De papagaai te vertellen. Komen er. Ja. Een boeiende vogel aanwezigheid. Er is heel veel in dit boek. Dit is dus van het orakel, de symboliek van de dieren. Van Jenny Smallebroek. Maar ze heeft zo uitgebreid de symbolieken van ieder dier aangepakt. Dat kan ik niet allemaal lezen. Dus ik kijk meestal helemaal aan het einde. Hij herinnert je eraan vreugde te vinden in het huidige moment en de schoonheid om je heen te zoeken. Hier is ook vreugde. Laat negativiteit los en laat je verheffen door de kleurrijke zegeningen van het leven. Bovendien herinnert de papegaai je aan het belang van authenticiteit en oprechte verbindingen. Denk aan je woorden en daden en zorg dat ze in overeenstemming zijn met je ware zelf. Koester loyale en ondersteunende relaties en waardeer vertrouwen en kameraadschap. Ten slotte bevat de mimiek van de papegaai een waarschuwende boodschap. Hij spoort je aan je woorden en hun invloed op anderen goed in de gaten te houden. Vermijd oppervlakkigheid en bedriegelijk gedrag. Omarm in plaats daarvan eerlijkheid en oprechtheid in jouw communicatie. Oprechtheid, oké. Vreugde en spel. We gaan eens even zien. Voor mijn lieve stier voor de komende periode. Begin september tot begin oktober 2024. Wat mag ik weten in het doen? Alles wat met activiteiten het doen te maken heeft. Werk, hobby's. We hebben de koningin van kelken, de 9 van zwaarden en de 10 van zwaarden ondersteboven. Oké, je ligt hier ergens een beetje wakker van. Slapeloze nachten, kopzorgen, kan zijn dat bepaalde angsten boven water komen hier. Richting een einde. Ik heb hier een gesprek dat een einde creëert, een afronding. Dus dat is op zich geen conflict, is geen discussie. Ik heb een einde. Voor mij voelt dat als een constructief gesprek, wat ik zeg, om iets te beëindigen. Ook al lig je er een beetje wakker van. Met de koningin van kelken, ook ondersteboven. Dat is iemand die overbezorgd kan zijn. Heel gevoelig, overgevoelig, hypersensitief wellicht. Dus misschien maak je heel veel zorgen hier over een bepaald einde. Een bepaald gesprek dat een einde creëert. Oké. Ik zou zeker al willen zeggen, maak je niet te veel zorgen. Want ieder einde creëert een nieuw begin. We zullen zien. Financieel, materieel, alles wat met het hebben. Het materiële te maken heeft, dat mag ik weten. Het oordeel, ondersteboven. Hier heb ik een vastzittende energie en de 2 van zwaarden. Je hebt wel een beslissing met de 2 van zwaarden ondersteboven. Als je een tijdje hebt vastgezeten en denken van moet ik nou links of moet ik nou rechts. Hè? Er zijn 2 paden, er zijn 2 richtingen, 2 mogelijkheden. Of gewoon een keuze die je moet maken, maar je schiet in het hoofd en denkt ja, er is nooit de perfecte oplossing. Hier heb ik wel een beslissing die je hopelijk dan uit een vastzittende energie doet komen hier met het oordeel ondersteboven. Oké. En dan in het zijn. Relaties met jezelf en anderen, wat mag ik weten voor mijn lieve stier? De liefde en zo. De 10 van staven ondersteboven. Ik heb hier ondertussen al 2 tienen.
Dus je bent wel een vermoeiende cyclus hier aan het afronden. De team van Staven kan soms spreken over een burn-out. En ik had inderdaad in het doen best wel wat wakker liggende energie. Dus let op voor een burn-out. Pak niet te veel verantwoordelijkheden op je schouders hier. Het einde van een vermoeiende cyclus waarbij je blijft doorgaan totdat je weer neervalt. Het kan zijn dat je iets probeert te beëindigen, maar dat iemand je een beetje dwarsboomt om dat te beëindigen. Omdat iemand wil jou niet kwijt of iets in die richting. Het kan een beetje een dwarsliggende, saboterende energie zijn om iets te beëindigen. Of wat ik zeg, dat kan ook wel een burn-out energie. Onderop heb ik de drie van pentakels. Een samenwerking, een partnerschap, een opleiding, een cursus dat niet constructief is. Niet iedereen werkt er even hard aan. Het is niet iets dat jou gaat helpen naar de toekomst toe. En dit kan dus professioneel. Het is niet tevreden, niet voldoeninggevend. Ja, dat kan een job zijn. En dan heb ik hier wel het gevoel dat je dat beëindigt. Het kan zijn dat het oordeel van anderen je hier ook, dat je dat loslaat. Oké. We gaan even verder graven in het doen. Waarom lig jij wakker? En wat is dit gesprek dat een einde creëert? Wat mag ik weten voor mijn lieve stier? De vier van staven. Iets te vieren. De volgende fase binnen een relatie. Nieuwe stabiliteit. Oei. Het gaat alle kanten op hier. De zeven van kelken. En de aas van staven. Jee, ik heb een nieuw begin. Een nieuw plan, een nieuw project. Iets wat je bezielt, iets waar je gepassioneerd over bent. Dit kan een promotie zijn. Je hebt wel even een twijfelmoment van welke richting. Hier heb je opties, mogelijkheden, keuzes en je kunt niet kiezen. Wat is de beste plan, project, investering, gepassioneerd iets, creatief, ondernemend iets dat je wilt gaan doen? Dus je staat hier wel voor een keuze. De keuze heb ik uiteindelijk in het hebben. En dat creëert heel veel stabiliteit. Dat ga je echt wel vieren. Dat kan een contract zijn of ja, iets dat je daarnaast gaat doen dat meer stabiliteit creëert. Dus een nieuw plan of project. Wat ik zeg, niks wat je niet aan kunt, ligt er niet te veel wakker van. Want het zijn echt wel. Het kan zijn dat je ergens over bezorgd over bent. Voor mij is dat absoluut niet nodig met de aas van staven. Dus ja, een nieuw plan, project waar je veel stabiliteit en vreugde uit gaat halen. Vreugde, spel. Even een keuze, stress, moment van oei, ja, ik heb opties, maar welke is de juiste? Schiet niet te veel in je hoofd. Dat kan inderdaad misschien meer verantwoordelijkheden met zich meebrengen, waardoor je een beetje bang bent, kan ik dit wel aan, want ik ben gevoelig voor energie van anderen. Hoogsensitief. Wellicht. Ja, hij ligt een beetje wakker. Oké, spannend. Even kijken in het hebben. Hebben we dus inderdaad de beslissing. En hier had ik wat verwarring. Oei, de matigheid. Boogschutter voor mij ook geeft energie. De zes van kelken. Een verzoening. Iemand uit het verleden dat terugkomt. Terugkomen naar de plek waar je bent opgegroeid. De kans spreken over kinderen. En de ridder van pentakels. Hier ben jij. Stiermaak, steenbok, energie. Dit kan jij zijn die inderdaad een beslissing neemt om een bepaalde nieuwe richting op te gaan. Je weet dat het tijd gaat kosten met de ridder van pentakels. Je plant de zaadjes en dat moet water krijgen, dat moet groeien. Dan moeten de seizoenen overheen voordat het tot een iets stevigs is, wordt, groeit. Dit kan ook iemand zijn die jou hier iets aanbiedt. Trage ridder. Dat kan iemand zijn die jou kent op de een of andere manier. Aangezien ik een soulmate connectie heb, de keizer. Een baas die jou vraagt om terug te komen. Een persoon die terugkomt in je leven. En daar ga je grote veranderingen voor aanbrengen. Met de matigheid, dat kan een aanbieding zijn wat je voor een keuze zet. En het creëert een beetje chaos. Matigheid ondersteboven kan spreken over ongeduld. Dus misschien is dat hetgene waar je een beetje wakker van ligt. Dat iets lang, te lang duurt of lang gaat duren voordat je een antwoord hebt. En ja, kan spreken dat we niet echt tot een compromis komen. En toch, ik heb een beslissing om uit een vastzittende energie te komen, langzaam een andere kant op. Toch even kijken naar de zes van kelken. Nee, ik wil kijken naar die redder van pentakels. Wat is dit? Een zaadje dat geplant wordt. Is dat iets dat jouw kant op komt? Of is dat iemand die jouw kant op komt? Voor mijn lieve stier, verklaar de redder van pentakels. De komende periode. Dank u. De
koningin van Staven, de keizer. En ja, voor mij is dat inderdaad iemand anders. En het Rad van Fortuin. Dat kan aan de hand van een vastzittende energie. Dat kan een professionele teleurstelling zijn. Een terugkerend probleem. Je een andere richting opgaat en een andere aanbieding krijgt, dat kan. Dit kan ook echt wel iets zijn dat je niet ziet aankomen. En dat was ook de titel voor jullie voor eind augustus, september. Dus misschien zitten we wellicht nog in de energie van de vorige reading. Kijk daar zeker nog even terug. Achteraf krijg je altijd nog extra informatie. Dus dat kan aan de hand van een professionele teleurstelling zijn dat jij zegt van, nou, ik kan het beter en ik kan het alleen. Ik ga zelfstandig, ik ga het volledig, of ik ga voor een andere persoon baas werken. Want terugkerend probleem. Er kan iemand zijn die jouw kant op komt, maar inderdaad en jou een leidinggevende functie aanbiedt of iets in die richting. Maar jij bent zoveel eisend naar jezelf toe, dat het je onzeker maakt. Ik weet niet of je denkt capabel te zijn om dit te doen. En of het maakt je onzeker, want dit wordt je wel aangeboden, maar het is nog even niet het juiste moment. Het duurt nog even en jij wilt ongeduldig vooruit, langzaam, maar wel zeer zeker vooruit. En dit is precies pas iets dat misschien later gaat plaatsvinden, deze aanbieding. Dus timing kan even een dingetje zijn. Ik heb wel een beslissing, helderheid, je volgt je hart hier. Ik heb het gevoel dat jou hier iets aangeboden wordt, waar je een beetje onzeker van wordt. Kun je dit wel? Ben je goed genoeg? Ja, absoluut. Je kunt dit. You got this. Zelf praat met de papegaai. Let op je woorden. Let op wat je zegt of denkt over jezelf. In de relatiesferen, het zijn, hadden we dus de 10 van staven. Verklaar. De 10 van staven. Voor mijn lieve stier. De ster, waterman, energie. Nou, voor sommigen heb ik hier inderdaad een soort van burn-out, depressie. En we zien het helemaal even niet zitten hier. De 10 van staven nog een keer aan de 4 van zwaarden. Ik heb voor enkele absoluut hier de behoefte aan pauze, stilstand, vakantie, rust, tijd voor jezelf. Want we zien het even niet meer. Even een tijd om pauze te nemen en de situatie van alle mogelijke manieren te bekijken. En zelfliefde hier toe te passen. Of je beëindigt inderdaad hier iets en dan ga je eerst op vakantie voordat je begint met iets nieuws. Maar ik heb hier voor iemand absoluut tijd voor heling en rust. Depressieve energie of het einde van een uitzichtloze situatie. Verklaar de ster. Wat is hier uitzichtloos? Wat heeft hier geen toekomstperspectief? Wat staat niet meer in de sterren geschreven? De 6 van staven, de dwaas en de ster recht overeind. Je had wel hoop voor iets. Je had heel veel hoop voor iets. Maar dat blijkt met de dwaas ondersteboven een dwaze keus te zijn geweest of niet de juiste keus. Ben je ergens blind ingesprongen? Ik heb wel de overwinning van deze depri-energie. En absoluut heling dat plaatsvindt hier. Dus dit lijkt me iets tijdelijks. Het is geen depressie die 15 jaar gaat duren. Dit is gewoon even een down momentje. Wellicht voor jou of voor iemand om je heen die belangrijk is. Ik heb hier absoluut behoefte aan heling en rust. Want we blijven maar doorgaan tot we erbij neervallen. Het is tijd om je energie dicht bij je te houden. Even nergens heen te gaan. Je bent namelijk hele grote veranderingen aan het aanbrengen in je leven hier. Grote veranderingen voor dit nieuw gepassioneerd plan begin. Hier ga je beslissen. Dus misschien is het even tijd voor eerst je opties goed te overwegen. En op vakantie te gaan. Even tijd voor jezelf te nemen hier. Want je blijft maar doorgaan tot je beneervalt. Voor anderen kan dit een relatie zijn, een connectie, een relatie. Dat kan ook vriendschappelijk zijn, dat kan familiaal zijn. Dat hier even moeten laten rusten. Dat is het advies voor mijn lieve stier voor de komende periode. Dus ja, een opportuniteit voor mij dat aangeboden wordt door iemand uit het verleden dat terugkomt. Iemand die je kent. Maar tijd om uit een
wakker liggende energie te komen hier. De zes van Kelleke, iemand uit het verleden. Kinderen of kindertijd, de terugkeer van mensen of liefdesrelaties uit het verleden. Gebeurtenissen anders herinneren, positiever dan wel negatiever dan ze feitelijk waren. De zes van Kelleke spreekt inderdaad ook over het verleden. Verhalen uit het verleden die we onszelf soms verkeerd hebben onthouden of onszelf hebben verteld. Herinneringen uit het verleden die misschien hier geheeld mogen worden. Dat kan absoluut. Zodat ze het kunnen loslaten. En de koningin van Kelleke. Luister naar je hart. Intuïtieve inzichten waarop je kunt vertrouwen. Voor anderen zorgen, misschien iets te veel. En hier is het wel degelijk tijd om jezelf op nummer 1 te zetten. Mijn lieve stier, ik hoop dat je hier iets aan hebt. Ik ga hier verder op borduren, want ik ben veel nieuwsgieriger dan dit. Dus mocht deze reading voor jou resoneren, mag je me volgen. De link vind je in de beschrijving van deze video. Zo niet, ik wens je een hele helende periode toe. Ik stuur je alle liefde en licht toe voor de komende periode. Ik dank je wel voor het kijken en ik zeg tot snel.